Meestal zijn gevangenen geïnteresseerd in twee vragen. Wat te doen in een gevangenis en hoe er weer uit te komen. De naam van deze gevangene is Nick. Hij houdt van donuts, muziek en droomt er natuurlijk van om hier weg te komen. Op een dag kom ik hieruit. Krijg ik een nieuwe celgenoot? Kom op, dit is nu je nieuwe thuis. En de pas gearriveerde celgenoot kijkt streng. Hey, hallo, mijn naam is Nick. Nou, hallo Nick. Mijn nieuwe maatje maakt me bang. Wacht eens even, is dat een teddybeer-tattoo? Wat is er zo grappig? Oh, het spijt me. Ik ben Nicole. Ik zou niet zeggen dat het leuk is om je te ontmoeten. Hou, het lijkt erop dat Nick in is voor een overlevingsuitdaging met zijn nieuwe celgenoot. Ik ben hier nu de baas en jij gaat hier wonen. Ik verveel me zo. Ik kan hier niet lang blijven. Ik hoop dat ik leef om een vrijlating te zien. Hé, jij! Ik? Ja, kom hier. We moeten hier weg. Ik blijf hier niet mijn hele leven. Jij wordt mijn ontsnappingspartner. Ik heb zelfs een ontsnappingsplan en een stuk gereedschap. Waar is hij heen? Breng me naar eenzame opsluiting. En waarom is het elke keer hetzelfde? Ik ben bang van dit meisje. Ik ga ons helpen hier weg te komen. Kijk, ik zal mijn nagels veilen met dit. En wat is het volgende? Kijk, het gaat allemaal om de juiste vorm. Dat is een handboeisleutel. Kijk, wat als we proberen te zagen? Dat is een geweldig idee. Het zal een beetje tijd vergen. Dat wel. Wat zijn jullie van plan? Ja, jullie lopen weg, of niet? Niet tijdens mijn wacht. Op een dag zullen we die vent laten zien hoe fout hij was. Vanaf nu is onze ontsnapping een principe kwestie. We hebben deze vloer het laatste uur schoongeveegd. Er zullen gaten in zitten. Het is perfect schoon, meneer White. Kijk eens. Oh, echt? Oh nee, sorry, ik ben zo onhandig. Maak het schoon tot het glimt. Wat zijn wij voor hem? Gratis werk? Nog een klein beetje en ik zou hem geslagen hebben. Ik ben beveiliger Robert White. En ik kan niet leven zonder koffie. Ik heb een grappige snor. Kijk, het is een ventilatiegat. We klimmen erdoor en zijn in de open lucht. Geweldig plan. Het is net als een bedrieger zijn in Among Us. Gewoon niet duwen. Wat is dat? Niet aanraken? Dat is hoe we naar hem luisterden. De jongens vonden een echte verborgen schat van de bewaker zelf. Is de vloer van mijn kantoor al aan het glimmen? Het lijkt erop dat er nu iemand in de problemen zit. Waar zijn ze gebleven? Ah, daar ben je. Je bent in voor een aantal ernstige straffen. Wat een geluk. Ik heb al tijden geen donut meer gegeten. Nicole, waarom eet je je pap niet op? Ten eerste, het ziet er niet eens eetbaar uit. Niet zoals donuts. Nicole kan er alleen maar van dromen. Dat is geen probleem. Ik neem jouw portie. Ik heb een nieuw plan. Maar ik zal een beetje moeten zweten. Een paar uur hard werken en Nicole heeft al indrukwekkende resultaten geboekt. Wat is er aan de hand? Meneer White komt eraan. Ik moet het bewijs kwijt zien te raken. Hallo. Wees stil of ik word boos. Ik ben niet voor niets de bewaker van de wet hier. Oef. We moeten iets vinden om het gat in de muur te bedekken. Maak je geen zorgen. Excuseer me, kan je me een poster bezorgen? Mijn camera ziet er zo saai uit. Als dat alles is wat je vraagt, dan is het hier. Met een stuk papier kom je er toch niet. Heb je het? Alsjeblieft. Dat is het juist. Het blijkt dat het makkelijk onderhandelen is met een bewaker. Het ziet er helemaal niet verdacht uit. Hij zal er niets van weten. Geen commentaar. Ha! Hebbes! Mijn moeite was tevergeefs. Niemand ontsnapt van hier. Realiseer je dat ik zelfs mijn nagel brak toen ik dat gat maakte? In de loop der jaren zit Nick nog steeds in zijn cel en droomt van een vrij leven buiten de kooi. Nicole, je lijkt niet erg spraakzaam vandaag. Ja, de tijd spaart niemand. Kijk, Nick. Je zit hier al zo lang dat ik dacht je eruit te krijgen. Neem de sleutels van je cel. Na al die jaren? Ik kan het niet geloven. Daar is het.
De gekoesterde droom van elke gevangene. Slaap ik? Kom ik hieruit? Het enige wat ik moet doen is het slot openen. Alleen deze keer zal de ouderdom een vrede truc met me uithalen. Nee, niet dat! Nick, wakker worden! Hè? Huh? Meneer White gaf me de sleutels en ik was een oude man. Maar ik was zo dichtbij om vrij te zijn. Hallo, ik ben de moeder van Nick en mijn zoon is vandaag jarig. Ik heb een taart voor hem meegenomen. Die ga ik hem nu geven. Dame, rustig aan. Geen bezoekers toegestaan. Maar hij zal van streek raken. Kijk eens hoe aardig hij is. Het is zo schattig. Ik wil je ook een foto laten zien. Nee, ik laat je nergens heen gaan. Kun je hem dan tenminste de taart aangeven? Ja, ja, natuurlijk. Maak je geen zorgen. Heeft meneer White besloten om niet meer gemeen te zijn? Tenminste voor één dag? Nee, ik ben het aan mezelf verplicht om deze taart te controleren. Oh, wat een verschrikkelijke verjaardag. Ik kan het niet geloven. Is het echt voor mij? Ja. Hallo van je moeder. En gelukkige verjaardag. Nou, ik moet gaan. Ik vraag me af wat ik heb. Slechts een lolly? Geef me dat. Ik zal je iets laten zien. Zelfs de lolly werd meegenomen. Nicole's geest is altijd bezig met het bedenken van ontsnappingsplannen. Hey, kijk hier, huilenbalk. Wat vind je daarvan? Wow, is dat niet de sleutel van onze cel? Yep. Wat doe je daar? Heb je nog niet door dat je vanaf hier nergens heen gaat? Ik krijg hem er niet af. Maar ik heb het weer voor niets geprobeerd. En ik zit zonder lolly en zonder vrijheid. Het is weer een nieuwe dag en weer helpt Nick niet in een kleine cel wakker te worden. Ik wil gewoon de lucht zien. Hé, mijn ontsnappingspartner. Ik heb een geweldig idee. Zie je dan niet dat we hier nooit uit zullen komen? Stop met huilen. Wat ga je doen? Ik ga een brief schrijven aan een goede vriend van me uit de buitenwereld. Hij is onze gunst schuldig. Oké, ik vertrouw je. Lieve Piet, je hebt geen idee wat voor gruwelijkheden er in de gevangenis gebeuren. Die blik is niet slecht. Ik weet het. Ik ben zelf ook een soort schrijver. Nu, laten we wc-post gebruiken. Je bent een genie. Reken maar. Ik zal je verslaan. Pak aan. Oh, wat is dat? Ik kan het niet geloven. Het is een brief van Nicole. Wat een nachtmerrie. Arm ding. Ze is zo fragiel en delicaat. Ik moet haar helpen. Laten we nog eens nadenken over operatie kerstontsnapping. Meneer White krijgt een toverstokje dat de repen in zuurstokken verandert. Ik hou zo van snoep. Op dit moment eet Nicole ze met succes op. En nu ben ik vrij. Het is de perfecte karamelmisdaad. Nou, laten we beginnen. Ho, ho, ho. Een echte kerstman. Is dat voor mij? Je bent braaf geweest dit jaar. Wow, het is een nieuw snoepstokje. Bedankt. Het gaat precies zoals ik het bedoeld had. Wat een lekkere smaak. Wat? Heb je het opgegeten? Het plan is mislukt. Wacht eens even. Ik heb iets om over te praten. Ziet u, u bent mij al 25 jaar geschenken schuldig. Wanneer ga je me die vergoeden? Waar is hij naar verdwenen? Wie bent u en wat doet u hier? Zo'n standaard truc, maar wat een ervaring. Ik moet je hoed controleren. Maak je geen zorgen. Hij is leeg. Wat een achterdochtige kerel. Maar mijn zoon is tenminste gelukkig. Het is Piet. Kom op, wakker worden. Nou, als je niet wilt, ga ik wel alleen. Kom hier. Wow, een goochelaar kan alles verbergen in zijn hoed. Als ik groot ben, wil ik hier dan ook werken? Ga je nu al weg? Tot ziens. Ik wil deze keer een konijn halen. Dat is een raar konijn. Pech. Ik eis de gevangenen terug. Ik heb altijd geweten dat magiërs niet te vertrouwen waren. Hoe gaat het buiten? Ik wou dat we de verdwijntruc konden doen voor onze bewaker. Goedemiddag. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik ben uitgenodigd om de muren van de gevangeniscellen te schilderen. Dan moet ik eerst de inhoud van je koker controleren. Maak je geen zorgen, Nicole. Alles veilig. Je kunt gaan. Dank u. Oh nee, waar zijn mijn gevangenen?
Hoe zijn ze uit hun cel kunnen komen? Heilige boeien, ik word ontslagen! We hebben het gedaan! Schiet op en ren! Attentie alle eenheden, de criminelen zijn uit de cel ontsnapt. Eigenlijk was het gewoon een optische illusie. En de ontsnapping gebeurde recht voor de ogen van de bewaker. Blijf voorlopig hier, meneer White. En hij geloofde niet dat we het konden. Daar ben je. Dacht je echt dat je me te slim af kon zijn? Draai om. Meneer White is iedereen weer te slim af geweest. Vond je onze video leuk? Like hem dan. Abonneer je op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Tot later!